som LT. En er zit hier maar één klein verschilletje in, zag ik toen ik het ging voorbereiden. Ik had eerst twee aparte filmpjes voorbereid om te gaan opnemen. En toen zag ik dat dit het enige verschil was in heel de som. Dus ik doe som A, doe ik eventjes van allebei. En dan kan ik daarna het filmpje gewoon samenvoegen. Dan hoef ik niet twee filmpjes op te nemen. Dus dat scheelt weer. Kijk, hier heb ik het ook nog aangegeven, hè? Dat minnetje en dat plusje. Ik begin eerst even met deze A. Dus let op, ik doe A even van het HVWO-boek, daarna deze en daarna is het hetzelfde. Nou, als ik deze nu overneem, dan krijg je 2A plus 3B plus 5A. Die leerdoelsommen zijn in principe prima sommen, maar hier zit gewoon niet alles in. Ik mis hier best wel dingetjes, bijvoorbeeld 7i plus 8 en dat daar bijvoorbeeld nog staat 2i plus 2. Ik verzin maar wat. De sommen die hiervoor staan, die zijn vaak beter. Dus de gewone sommen, zeg maar, van deze kern. Nou, dan, maar hier, dit is meer een overzichtje van, goh, wat zit er allemaal in? Als je nu aangeeft dat het uit verschillende stukken bestaat, dan maakt het een stuk makkelijker. Dan heb je dus 2a plus 5a. En dan zie je ook dat er verder helemaal geen andere beetjes in zitten. Zie dit echt als een som die bestaat uit drie stukjes. Dan gaan we bepaalde stukjes samen nemen. Kijk, want dat is eigenlijk herleiden, ook het samen nemen, het korte schrijven. Deze twee kun je samen nemen tot 7a. En dan zet je vervolgens die plus 3b er gewoon achter. Dat is even de eerste. En dan nu deze a. Dus de A uit het VWO-boek. Het verschil zit hem hierin. Maar dat is voor de HAVO-VWO-leerling ook goed om te zien. Want die had gewoon, begrijp niet waarom ze daarom niet erin hebben gezet. Want dat is eigenlijk gewoon ook de toetsstof. 2A plus 3B min 5A. Misschien om eenvoudig te beginnen, ik weet het niet. En zullen ze vast een reden voor hebben gehad, want het is een goed boek. 2A plus 3B min 5A. Denk om jullie even te laten wennen of zo. Nou, 2A min 5A. Dat zijn dezelfde stukjes. Normaal leg ik het uitgebreider uit, maar we zitten nu echt aan het eind van de kern, hè? Plus 3b. Nou, gaat het snel? Kijk dan een paar sommen terug of kijk het algemene filmpje, hè? Ik heb hier dus twee keer het getal a, daar haal ik een stukje verderop en 5a vanaf. Dat wordt dus dan, als je dat samen neemt, min 3a. Waarom dat mag, leg ik in andere filmpjes uit, anders wordt dit filmpje veel te lang. Plus 3b, dat zet je dan gewoon erachter. Dus die eerste, dat werd 7a plus 3b en dit is min 3a plus 3b. Dan is het vanaf nu gewoon hetzelfde. Alleen staan ze hier onder elkaar in een rijtje van twee rijtjes en daar drie rijtjes. Maar de som is hetzelfde. Dus ik haal er even deze weg. Dan heb ik hier even meer ruimte om te schrijven. Zo, dan gaan we naar som b. Want die is van allebei gewoon hetzelfde. 3a eraf 2b plus 7b. Dit wordt heel veel fout gedaan. Ik ga nu laten zien wat mensen fout doen. Ook leerlingen die normaal altijd alles goed doen. Die denken dan, aha, 2b plus 7b is 9b. En dan plakken ze dat minnetje ervoor. En dat is fout. Want ze trekken deze min dan los van die 2b. En dat mag niet. Ja, of daar hadden haakjes moeten staan. En dat is niet. Dus het HVWO komt daar niet eens voor en bij in het VWO-boek in een plusvraag als het zo tussen haken zet. Maar krijg je hem zo, hoe moet je die dan zien? Dan moet je echt zo zien. Dat zijn drie losse stukken en de min hoort bij wat erachter komt. Dus je krijgt hier niet 2b plus 7b en dan die min ervoor. Nee, je krijgt hier min 2b plus 7b. En dat is echt een ander verhaal. Dus min 2b plus 7b is plus 5b. En ik vergeet gewoon helemaal. Ik ben gelijk naar het moeilijke stukje gegaan. Dat ik even vergeet die 3a op te schrijven. Maar die weten jullie wel, denk ik. Dus dit wordt min 2b. Je hebt twee keer het getal b tekort. Je telt er 7 bij op. Dat is plus 5b. Heb je een kladje nodig? Doe dan dit. Op een kladje. Plus 5b. Want we zijn plus en min aan het doen, hè? Oké. Krijg je deze som los? Dan moet je natuurlijk niet die plussen voorzetten. 3a plus 5b. Dan gaan we naar som c. plus 4b plus 8a min 2b is gelijk aan. Nou, hak hem weer in stukken. 3a plus 4b plus 8a min 2b. Nou, hier heb je dus drie keer het getal a en daar nog een keer acht keer het getal a wat je erbij optelt. Dus dat is eigenlijk gewoon hetzelfde als 11 keer a. En dan heb je nog
4 keer het getal b, waar je 2 keer het getal b van afhaalt. En dan krijg je dus plus 2b. 11a plus 2b. Dan gaan we naar som d. Hoppatee. 5x plus 4i min x min 5i is gelijk aan. Nou, wat je hier gaat doen is eerst weer een stukje zakken. 5x plus 4i min x min 5i. Dan gaan we kijken, wat zijn dezelfde dingetjes? Wat zijn dezelfde getallen? Zijn dezelfde letters? Dezelfde letters mogen bij elkaar. Nou, dit is 5 keer x en dit is min x. Nou, dan krijg je dus het sommetje 5 keer een getal min datzelfde getal. Dat is hetzelfde als 4 keer dat getal. Daar zet je geen plus voor, want het staat vooraan. Dan krijg je dit stukje. Plus 4i min 5i. Nou, die moet je echt zo zien. Plus 4i, we tellen de 4i bij op, ik haal er 5i vanaf. Dat is hetzelfde als min i doen. Of min 1 keer i, maar dat is dus min i gewoon. Hè? Dus dit wordt 4x min i. Dan hebben we som e. Min 3x plus 8i min 8i plus 3x. En nu gaat er iets bijzonders gebeuren. Kijk maar. Als ik deze in stukjes hak, dan zie je het hier gebeuren. Dit is met x. Min 3x plus 3x. Ik zit op 0. Ik zit op min 3x. Ik ga er 3x bij optellen. Dan kom ik op 0 uit. Dus dit is 0. Dan heb ik ook nog plus 8i min 8i. Ook 0. Dan kan je niet zo dan een 0 gaan schrijven. Dan krijg je 0, 0, dat is niks. Als je dat doet, moet je zeggen, oh, daar tel ik 0 bij op. En dat is 0. Maar beter is gewoon te bedenken, ja, dat blijft dus gewoon 0. Want wat ik hier ga doen, eerst 8 keer het getal erop bij doen, daarna er gaan afhalen, verandert niks aan wat er al staat. Dus blijft gewoon 0. Staat er niets, moet je natuurlijk wel 0 schrijven. Hè? Dus daarom zet ik hier wel een 0. Want min 3x plus 3x, dat wordt 0. Als ik hier niks had geschreven, dan heb ik geen antwoord op mijn vraag. Dus min 3x plus 3x is 0. Dit verandert er niets meer aan. Dus hoef ik ook niet meer op te schrijven. Nou, ik dacht dat ik er al was. Ik wou je zeggen dat was ze. Maar dat is niet. Ik moest som f nog doen. Oh, som f. Ik vind het zulke leuke sommen met dat letterrekenen. Dat vind ik echt heel leuk om te doen. X min 2i plus 3x min 6x. Ook als ik antwoord feller moet maken, vind ik gewoon een gezellig klusje. Zo. X min 2i plus 3x. En dan heb je nog een keer min 6x. Wat je dan hier krijgt is x plus 3x min 6x. Dat is alles van de x. En dat is best veel. Dus ik kan me voorstellen dat je zegt, dit wil ik even op een klaarblaadje doen. Oh, mijn kleurtjes. Zo. Dat je zegt, dat wil ik even op een klaplaatje doen. Dan doe je x plus 3x min 6x op een klaplaatje. 4x min 6x, oh, min 2x. Hoppa. Ja, en dan heb ik ook nog hier een min 2i. Dat is deze. Min 2x min 2i. En dan ben je klaar. Nou, dat was hem wel echt. Bedankt voor het kijken en tot het volgende filmpje. En ik hoop dat je er iets aan had. Doei!